Onder grote belangstelling vond woensdag 4 mei de dodenherdenking plaats bij de Sint Maartenskerk in Tiel. Meer dan 500 mensen waren daarbij aanwezig. Burgemeester Beenakker hield een indrukwekkende speech en door verschillende organisaties werden er kransen en bloemen gelegd ter herdenking aan hen die vielen voor onze vrijheid, waar ook ter wereld. Die oorlog is angstvallig dichtbij.
Zojuist vertelde ik wat Herman van Veen zei voordat hij met zijn voorstelling begon. En daarin zingt hij ook het nummer Breaking News. En daaruit komen deze vier zinnen. Stel je voor dat er hier, net als daar, oorlog komt voor volk en vaderland. En jij moet kiezen tussen leven of niet, vluchten naar een ander land. Maar deze tekst beschrijft precies wat er aan de hand is in Oekraïne. Mensen daar leven in angst voor geweld van de vijand of zijn gevlucht. En dat zie je elke dag op het nieuws, maar het is geen ver van mijn bedshow. Want wij zijn van een ander land waar mensen nu naartoe vluchten. Ook onze gemeente Tiel vangt vluchtelingen op. Dat doen wij in een leegstaande afdeling van ons ziekenhuis. En er komen nog meer locaties bij. Ik bezocht de vluchtelingen, een aantal vluchtelingen onlangs. En ben ontroerd door de impact die de oorlog en het vluchten heeft op hun gezinnen. En de grote zorgen die ze hebben. Echtgenoten, jonge vaders zijn noodgedwongen achtergelaten. En iemand vertelde mij van haar oude vader en moeder die nu elke dag in de schuilkelder zitten. En daarnaast zien ze natuurlijk de beelden van hun verwoeste dorpen, huizen, steden. Het is je moeilijk voor te stellen dat je in de oorlog komt. Dat was ook zo over de Nederlanders in 1940. Want we waren neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Maar het werd een onvoorstelbare toch werkelijkheid. De Tweede Wereldoorlog brak ook hier uit. En dat was een grote schok. Naast militairen verloren ook veel burgers het leven in het verzet. Door bombardementen en beschietingen. Of hongersnood. Vrijwel onze gehele Tielse Joodse gemeenschap verdwenen. Daaraan herinnert ook de Stolpersteiner wandeling. Waarin ik vanmiddag meeliep. Er zijn veel verhalen van vroeger, van de oorlogsjaren. Hier vanuit Tiel, vanuit jongens die naar Indië moesten vertrekken. En de Molukse knilmilitairen, waarvan hun verhaal onlosmakelijk met onze Molukse gemeenschap en daarmee met Tiel is verbonden. Samen met de verhalen van nu kunnen we ons beter verplaatsen in de angst, het verdriet en de wanhoop van mensen in oorlogslanden. Mededogen begint immers met begrip. De grote verwoestingen in Tiel en het leed in de Tweede Wereldoorlog lieten grote littekens na in onze stad, zichtbaar en onzichtbaar. Daarover gaat de nieuwe expositie Alles kwijt van ons museum en de Oudheidkamer. En dat is nu de komende maanden te zien in een voormalig winkelpand aan de Sandwijkse Poort. Deze expositie is gebaseerd op de Europese expositie Roots of Liberation en het lokale verhaal van Tiel. Als we spreken over oorlog, vertellen we elkaar dat we lering moeten trekken uit het verleden, zodat het nooit meer zal gebeuren. Maar er is nog een les. Namelijk de les van hoop. Want na de oorlog bouwden we op en bleken we enorm veerkrachtig. Het leerde ons dat er altijd weer geluk kan komen, ook na moeilijke periodes. Ik dacht dit vorige week nog aan tijdens de Koningsdag. In onze stad na twee moeilijke jaren weer bruisend en feestend in alle vrijheid bij elkaar was. Vrijheid kan. Onszelf oprichten kan. Dat is een les van hoop. En met die hoop wil ik samen met u de toekomst in. Een toekomst die recht doet aan de strijd voor de vrijheid die de mensen voor ons leverden. Zodat we altijd kunnen zeggen: ik ben van na de oorlog. En ik hoop dat dat zo blijft.